netjes en veilig te wachten totdat de kneelpatrouille langskwam. Sprong erop overeind, gooide met de lansen en vielen daarna de knillers aan. En hopelijk door een hand af te hakken dat ze een karabijn konden stelen. En dat ze 2 meter verderop weer de jungle in verdwenen en weg waren. Ik ben John Mullenbroeks. We zijn in Hoogemiert, midden op dorpspleintje. In de buurt van het museum De Bewogen Jaren 1939-1950. En vandaag is het zondag 19 mei 2019 en het is Museum in Beweging. Een themadag die we al een paar keer in het verleden meer. Dit is de 6e keer dat we een Museum in Beweging organiseren. En we hebben dan een aantal voertuigen en wat andere activiteiten rondom het museum. Die dus het museum echt moeten op de kaart zetten en die het museum een extra jasje moeten geven en een extra themadag. Dat mensen toch een andere reden hebben om ook weer een keer extra naar het museum te komen. De voertuigen die je ook, zoals je achter me ziet, die rijden een parcours, een route rond het dorpje met een aantal plaatsen die dan toegelicht worden wat daar in de oorlog gebeurd is. Toch wel echt interessante punten waar je komt en een interessante route natuurlijk, omdat het gedeeltelijk over onverhard terrein is. We hebben een noodverbandplaats met een heel mooi verhaal op een heel mooie locatie in het koetshuis van de oude pastorie. Een geweldig historisch pand met een inrichting die zich daar natuurlijk geweldig verleent. Nu, om eerlijk te zijn, ik werk in de medische sector en wij gebruiken nog heel veel materiaal gewoon dagelijks. Maar eten gebruik je niet meer om mensen te anesthesiëren? Nee. Hoop ik. Het kan in sommige gevallen nog altijd, maar er zijn niet veel mensen meer die weten hoeveel druppels dat je moet gebruiken. Dus het wordt wel een beetje gevaarlijk. Maar qua anesthesie heb je voortaan heel veel, gelijk Kalinox en dergelijke. Voor kinderen even kortstondig wat te verdoven geschreven. En als je eigenlijk in een hospitaal terechtkomt, dan heb je echt een volledig medisch dossier. Dat is, denk ik, 55... pagina's. Oh. Nee, 55 verschillende delen, waarvan sommige zelfs tot 10 pagina's verschillend zijn. Dus, ik wil heel veel documenten dat ik kan invullen. Een EKG. We hebben infanterie KNIL. Dat is een club mensen die spelen na wat de Nederlands-Indische militairen in 1942 ervaarden in ons voormalig Nederlands-Indië. Dat is onder oorlog gekomen, de Japanners zijn daar binnengevallen, heel veel Nederlanders zijn daar geïnterneerd. Alles wat blank was, werd geïnterneerd in ons voormalig Nederlands-Indië. Die infanterie 10 KNIL heeft ook een paar demonstraties gegeven met aanvallen met het wapen. Schietend rukken ze op. 1 en 3. 2 en 4. Voorwaarts, mars, rechts. Hoppakee. 1 en 3 bijtrekken, voorwaarts, mars. En ze hebben een demonstratie gegeven met de Kliwang. De Kliwang is een soort groot lang kapmes waar ze in de jungle een weg mee konden banen, maar die ook in het gevecht diende. Het gevecht van man tegen man, waar in de jungle natuurlijk wel iets was wat we hier niet mee maken in de dicht gegroeide jungle. Blauwe hap, hè? Elke woensdag blauwe hap. Het rijst, de saté en zo, kip, weet je wat allemaal. Noem ze blauwe hap. Maar hoe komen we daar nou? In Nederlands-Indië. 1814 opgericht, de KNIL, aan het s'morgens rijst, s'middags rijst en s'avonds rijst. Maar het eerste uniform wat ze aan hadden was blauw, met zo'n helmpje op. En die ervaren, vertelde ik al, die hadden een helmpje op, een heel mooi pak, maar met de blote voeten liepen ze daar. Eigenlijk geen zicht, kijk maar eens naar oude historische foto's, dan zie je fanen. En de inlandse militairen zie je heel vaak op blote voeten lopen, eigenlijk altijd. Maar Luxe mensen niet, hadden schoenen aan. Europese soldaten hadden ook anders schoenen aan. Nou, als die mensen de godganse dag door de tropen hadden gelopen, of een hele week hadden ze patrouille gehad en dan trokken ze het uniform uit en dan gaf de uniform af. Het was helemaal blauw. Dat was het eten van de blauwe jongens. Die jongens waren blauw. En daar komt de naam van blauwe hap. Dat is blauwe hap.
En als de marine zegt, hebben wij uitgevonden, vergeet het, is van het kneel. Zo komt het ook. En dan hebben we voor het museum een opstelling van een radiozend amateurclub. En die hebben een paar heel speciale historische zendontvangers bij. Waaronder een zendontvanger uit de Lancaster bommenwerper. Deze zender heeft in deze over in zo'n bommenwerper gestaan. En die werd bediend door gasten van zeg maar tussen de 20 en 25 jaar. Er waren natuurlijk ook oudere telegrafisten aan boord, maar hoofdzakelijk toch wel jongeren. Lancaster bommenwerpers zijn er hier een paar vlak in de buurt neergekomen of neergestort. Waaronder eentje in de Vlaas, eentje bij Breijees, bij Goorle, bij Hapert is er eentje neergestort. Dus die Lancaster heeft ook wel weer een regionale geschiedenis. En die zendontvanger die is dan in het bedrijf door een man die er zelf veel van mee gewerkt heeft en heel veel van kan vertellen. Zoals voor de bezoeker is het natuurlijk ook een heel speciaal punt om hier naartoe te komen. Maar om nou te voorkomen dat ze aan de verkeerde knoppen draaiden, werden die knoppen gekleurd. Maar dat hadden ze ook gedaan met de ontvanger. In de ontvanger staan dezelfde kleuren als op de zender. Als je een beetje kunt focussen. Kijk, hier. Blauw, rood, geel. En die komt precies overeen met de kloppen van deze zender. Dus als ze in het rode gebied luisterden en wilden zenden, dan was alleen deze knop, die knop en dat ding op die schakelaar op deze stand. Nou, het weer werkt echt geweldig goed mee. We hebben het mooi, we hebben 3 uur krijgen we die dropping van die pamflet De Vliegende Hollander. Vliegende Hollander is een blad waar in de oorlog ruim verspreid werd door de geallieerden. Om hier natuurlijk de mensen de juiste informatie over de toestand van de oorlog te geven. En wij geven die informatie over onze themadag en een beetje informatie over het museum. En er zijn ook 10 gouden flyers bij waar kinderen een prijsje mee kunnen verdienen. Ik heb er een gevonden. Eventueel voor de volgende keer, wees welkom in Hoogemieren, want het belooft altijd een heel mooi evenement te zijn. Ik dank u hartelijk.